Europe is under pressure. While large groups of people are desperately trying to reach our continent, several propaganda machines are stirring up hatred against Europe. Мне не нужна ваша лицемерная свобода. Мне не нужна ваша гнилая демократия. Мне чуждо все, что вы называете западными ценностями. The Kremlin and Islamic State are making it crystal clear how perverted and despicable Europe is. Their propaganda machines are running at full throttle. But what is our continent? An enlightened dreamland where everyone is equal and free? The endless stream of refugees, the recent crisis in Greece, and increasing inequality are testing us. But an unequivocal answer fails to appear. We need to find out again who we are, where we want to go, and where we draw our lines. What story do we want people to believe about Europe? How do we defend our own beliefs? Het ontbreekt de Europeanen en Europa een innerlijke kracht om op eigen krachten tot grote stappen te komen. Daarvoor is altijd externe druk nodig geweest. Maar nu zal het moeten. En nu zal Europa moeten aangeven wat de verworvenheden van de laatste decennia ons waard zijn. Wat we bereid zijn daarvoor te willen doen om ze te verdedigen. Ten opzichte van een Rusland dat die verworvenheden voor een gedeelte bedreigt. Ten opzichte van IS dat die verworvenheden openlijk aanvalt. Wat zijn nou de manier waarop de IS aan het werven is? He, ze zoeken jongeren op en ze spelen in op het gevoel van schaamte. Nou, wat is het perspectief dat eigenlijk de IS hun biedt? Ja, dat is eigenlijk die van het martelaarschap. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, IS biedt hun geborgenheid tot het hiernamaals. This is Backlight. Welcome to a new propaganda offensive. In Parijs zoekt de politie met man en macht naar drie terroristen die een bloedige aanslag hebben gepleegd. Bij het redactiekantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo hebben ze 12 mensen doodgeschoten. Des hommes cagoulés munis d'armes de guerre en plein cœur de Paris. Ils ouvrent le feu. Abattent un policier puis revendiquent leur acte. Het was op een woensdag, hè, die aanslagen in Parijs. Ik kreeg natuurlijk wel wat mee van wat er gebeurde in Parijs, maar ik was gewoon aan het werk. Dus ik kon niet alles volgen. Dus ik ging bijna helemaal beduust naar huis. Nou, wat is er nu weer gaande? Dus ik in de tram naar huis. Nou, een ritje van een minuutje of 20, denk ik. En ik zat met mijn rug naar twee andere vrouwelijke passagiers toe. En ze waren aan het praten. Ja, heb je gehoord wat er in Parijs is gebeurd? Ja, de ander, ja, verschrikkelijk. Ja, ze hebben weer iets over hun profeet gezegd. Dan weet je wel hoe laat het is. Nou ja, dus ze kletsten verder en mijn halte was daar. Dus ik stond op om weg te gaan. En op dat moment liep ik ook echt langs, hè. En zagen zij mij. En toen zei de een tegen de ander, ja, er zal er maar één in de tram zitten. En ik dacht, ja, inderdaad, er zal er maar één in de tram zitten die besluit om zichzelf of anderen neer te schieten. En terwijl ik dat dacht, dacht ik, ja, maar zij dachten natuurlijk aan mij toen ze dat zeiden. En ik voelde me zo naar daarna. Ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik de griep kreeg daarna, dat ik echt thuis moest blijven. With the attacks in Paris, the extremist jihadis had found a clever target. A more direct attack on our democratic values was practically inconceivable. And the world reacted as they had hoped. World leaders were suddenly walking hand in hand, and everybody was Charlie. Fear had found a place to take root. Nou, het lijkt erop dat als er dus iets gebeurt, een 9-11 of een moord op Theo van Gogh, dus een Parijs, dat al je andere identiteiten er dus niet meer toe doen. Dus ik kan hoogopgeleid zijn, ik kan een geweldige buurvrouw zijn, een goede vriendin, een betrokken buurtbewoner, een goede collega. Op dat moment ben je in eerste instantie een moslim en moet je je eerst gaan verantwoorden over jouw moslim zijn. Dus
Sta je aan onze kant of sta je aan hun kant? Goedemorgen. Nee, je voelt je echt heel erg vervreemd ineens van de maatschappij waarvan je deel uitmaakt. Succes. Mag ik één blokje geitenkaas? Ja. Ik heb naturel of met knoflook? Nee, gewoon de naturelle. Ja. Zonder lekker. Er is zoveel geïnvesteerd in dialoog. En dan lijkt het ineens helemaal niks meer uit te maken. En dan is de vraag eigenlijk, leg jij mij eerst maar uit waarom ik verder met jou zou moeten praten. Dus zo'n vraag of een gesprek begint dan ook niet meestal uit interesse, maar meer uit eerst maar even kijken aan wiens kant jij staat. Dan kunnen we misschien verder praten. Dialogues between Muslims and non-Muslims are being organized, but whether we listen to one another remains a question. Maurit Berger, an Islamologist who spent years in the Middle East, is often called upon to interpret Islam or to function as a bridge. Zeker in Den Haag hadden we een hete zomer. Het was het uitroepen van het kalifaat en er was de Gaza-oorlog. En toen waren de IS-vlaggen verschenen in de Schilderswijk. Er waren enorme toestanden aan de gang. Men was enorm geschrokken. Kort erop kwam de aanslagen in Parijs. En de reactie was zo dusdanig dat ik zelf dacht, maar dit is voor mij een déjà vu. 10 jaar geleden, bijna exact 10 jaar geleden, met Theo van Gogh, exact dezelfde reacties, dezelfde paniek, dezelfde angsten, maar ook dezelfde maatregelen. De overheid ging weer hard optreden. Radicalisering moest tegengehouden worden, al dat soort zaken. Op zo'n manier dat ik zelf dacht, er is zoveel tijd en energie gestoken in de afgelopen 10 jaar om te voorkomen wat er met Theo van Gogh gebeurde. Integratie en al dat soort zaken, daar ging het toen om als oplossing. En blijkbaar heeft het niks geholpen. Not only in the Netherlands, but all over Europe, the threat is felt and answers are being looked for. But Europe has never been good at giving political answers. And it's precisely that side of Europe that interests Mathieu Segers. Do we have a shared political and philosophical value system? Or is Europe mainly an economic union? Europa is, wat Jacques Delors ooit gezegd heeft, een UPO. Een unidentified political object. Hè? Een politiek iets, maar dat politieke is juist niet gedefinieerd. En de uitdagingen die op dit moment echt dichtbij de Europeanen zitten, hebben juist allemaal met expliciet politieke vraagstukken te maken. Dat gaat om moslimterrorisme in Europese steden. Dat gaat om Joden die zich onveilig voelen in Europa en daardoor emigreren naar Israël. Dat gaat om bevolkingsgroepen die tegenover elkaar staan, bijvoorbeeld langs inkomenslijnen en grotere verschillen in haves en have-nots, of langs etnische en religieuze lijnen. Al die scheidslijnen zijn pregnanter dan dat ze lang geweest zijn in de Europese samenlevingen. En die vragen dus om politieke antwoorden. Overheden vragen altijd, wat kunnen we doen? Wat kunnen we praktisch doen? Nou, dan kan je zorgen dat er geen schooluitval is. Je kan zorgen dat mensen stages en banen krijgen. En dat is ook gedaan, dat is heel veel werk verzet. Maar blijkbaar is dat het niet, of niet alleen dat. Er is meer, er is iets over het hoofd gezien. Er wordt nu gezegd van er is een grote groep die zich wel thuis voelt en een kleine groep niet. Nee, ik denk dat wat moslims in het algemeen in Nederland, wat zij delen, is dat thuisgevoel, daar schort het aan. Het zij omdat ze het zelf niet voelen, het zij omdat ze het gevoel niet krijgen. Ze zouden het wel willen. Maar op de een of andere manier, het lukt niet. En dat zou aan hun kunnen liggen, het zou aan de samenleving kunnen liggen. Maar daar schort het echt aan. En er zijn er een paar die daar, en dat noemen we dan dus ook radicaliseren, die daar zo radicaal in zijn dat ze zeggen, dan wil ik ook weg. Ja. En kan je dan verklaren waarom, ik bedoel, wij kennen dan die onthoofdingsfilmpjes natuurlijk. Veel mensen denken, wat een gruwelijke wereld, daar wil je niet heen. Kan je misschien een beetje duiden waarom er toch mensen zijn die zich daartoe aangetrokken voelen? Er zijn ook een paar filmpjes, die zijn echt propagandafilmpjes van IS, gericht aan westerse moslims. En die zijn natuurlijk weer helemaal gelikt, fantastisch. Maar het is heel bijzonder om te zien welke knoppen zij drukken om te appelleren aan de onrustgevoelens van die westerse moslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eerst en vooral wil ik aan alle moslims zeggen, taqabbal Allah minna wa minkum wa kullu aam wa antum bi khair. Ik heb in mijn leven nooit mijn eigen als moslim gevoeld als deze momenten hier.
tussen de moslims en onder de schaduw van de khilafa. Alhamdulillah, wij leven hier heel veilig en wij leven hier heel gelukkig. We kunnen ons eigen niets meer wensen. Walillahi alhamd. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. The media likes to paint a picture of life in the Islamic State as depressed, people walking around as subjugated citizens in chains and beaten down by strict totalitarian rule. This is not a city living in fear, as the Western media would have you believe. This is just a normal city going about its daily business. How cleverly IS works is shown, amongst other things, in this 8-part documentary series in which British-born journalist John Cantley praises Islamic State. In 2012, Cantley was abducted by IS together with American James Foley. 2 years later, the decapitation video of Foley left the world in shock. In the same period, Cantley featured in this series of propaganda videos and was writing stories for IS glossy Dabiq. To perfumes, to bags. And everywhere you look, everywhere you come, here in this old suit, one of the oldest in Mosul, struck by just how normal and crazy and busy everything is. It is unclear if Cantley stands by his own words, or ever has. Voor sommigen is het van, nu kan ik eindelijk meedoen aan iets groots. Ik kan eindelijk zin geven aan mijn bestaan, wat hier verder in Nederland toch helemaal niks voorstelt. Anderen zijn echt gewoon religieus. Ze zeggen, ja, maar dit is de grote eindstrijd. Daar moet ik bij zijn, daar moet ik aan meedoen. Sommigen zijn gewoon avonturiers. Je ziet foto's van die jongens die dan helemaal trots zijn met grote geweren. En is dat iets unieks in de geschiedenis? Ik heb zelf nu net een vergelijking gemaakt met andere heilige oorlogen waar Nederlanders aan hebben meegedaan. Je hebt, bijvoorbeeld in 1860 had je de Zouaven, dat waren Nederlandse katholieken. Er zijn iets van kleine 2000 Nederlandse katholieken. Zijn naar Rome gegaan om voor de paus te strijden tegen de Italiaanse legers. De communisten, Nederlandse communisten die naar Spanje zijn gegaan in de burgeroorlog. Allemaal jonge mensen, vaak wat naïef. Die gingen meedoen aan een heilige strijd. Eindelijk die grote strijd is zich nu aan het voltrekken. Daar moet je bij zijn. Dat is wat hun aantrok. En wat ze ook deden, wat hen hier wegduwde, was in alle drie de gevallen was men ongewenst. Dus van de katholieken, van de communisten en nu van de moslims wordt gezegd, eigenlijk ben jij geen goede Nederlander. Eigenlijk pas je je helemaal niet. De denkbeelden die jij hebt stroken niet met wat wij in Nederland, waar wij voor staan. En dat gevoel wordt zo sterk beleefd en gevoeld, dat is al op zich een reden om dan maar te gaan. Europa is heel lang bang geweest voor het verleden en terecht. En nu is het verleden, zou je kunnen zeggen, op allerlei manieren terug. Oorlog, wij-zij denken, etnische groepen en religieuze groepen die steeds meer tegenover elkaar staan. Misschien is het moment aangebroken, en ik denk dat het moment in ieder geval steeds dichterbij komt, dat Europa zich inderdaad moet gaan verzoenen met die angst voor het verleden. Moet erkennen wat het allemaal bereikt heeft in de afgelopen decennia. En dus de volgende stap moet zetten door inderdaad na te gaan denken, wat is het Europese politieke antwoord op deze uitdaging? Could these crises have an unintended effect on Europe? Could they force unity on a continent which keeps on failing to become a union? In Brussels, a political need to do something is being felt. The IS propaganda machine for recruiting young Muslims is one of today's great challenges. So a center has been erected to win young Muslims over for Europe. The centre, which is led by the Belgian government, likes to keep its tactics a secret. The philosophy is, give away your strategy and it's bound to fail. They are developing a manifesto for all the European countries to use. Nederland is een van de partijen die interesse heeft getoond. Kunt u iets vertellen over die samenwerking, hoe het daar nu voor staat? We spreken hier over strategische communicatie.
Wat ik niet wil doen is van hieruit zeggen, de strategie die Nederland gaat bewandelen is dat en dat, want dan doe je die strategie natuurlijk kapot. Wij werken samen met het communicatieteam en met Nederlandse steden voornamelijk. Maar ik ga daar niet graag veel meer details over geven, want dan zou je het op voorhand misschien al kunnen laten mislukken en dat is absoluut de bedoeling niet. Waarom is het juist België geweest die gevraagd is om dit verder te ontwikkelen? Ik denk dat er twee redenen voor zijn. Eén, natuurlijk, België is. Brussel is de hoofdstad van Europa, centrale ligging. Iedereen komt hier regelmatig. De ministers van Binnenlandse Zaken vergaderen hier regelmatig en zo. Ik denk dat dat een prachtig hoogtepunt is. En dan een tweede, misschien minder flatterende reden voor ons dan, dat is dat wij proportioneel eigenlijk het meeste Syrië-strijders hebben in vergelijking met ons bevolkingsaantal. Dus dat we wel heel wat ervaring op dat vlak al opgebouwd hebben en ook al heel wat maatregelen in het veld gezet. En ik denk de combinatie van die twee heeft ertoe geleid dat men aan ons gevraagd heeft om dat te leiden. En waarom denkt u dat dat komt, dat er hier relatief veel Syrië-strijders zijn? Ja, dat is de vraag van 1 miljoen. Hè. Om heel eerlijk te zijn, het allesomvattend antwoord hebben we daar nog niet op. Ik begrijp dat jongeren radicaliseren in gedachten, in uitingsvormen. Dat kan politiek radicaliseren zijn. Dat kan zijn bij de meest gewelddadige delen van de supportersclubs van Feyenoord of van Ajax. Hè. In een godsdienst radicaliseren. Ik kan ook begrijpen dat er in extreme denkpatronen zich ontwikkelen, ook weer politiek of in godsdienst. Maar wat ik nog niet kan begrijpen, en tot hiertoe heeft niemand dat al echt goed kunnen uitleggen, vind ik, dat is dat er dan bij die mensen die in gedachten extreem geworden zijn, extreme islamaanhangers dan in dit geval, dat die dan zeggen, ik zie nu die onthoofdingen, ik zie die journalisten die levend in die kooien levend opgebrand worden, ik zie die auto's rijden met die lijken erachter die men zo door de woestijn sleept. Die club, daar gaat bij mij een appel van uit, tot die club wil ik behoren. Die laatste stap, Ik snap ze niet. En ik denk dat we daar een opdracht hebben, de sociologen en zo onder ons, dat we dat helder moeten krijgen. Want natuurlijk, als je tegenpropaganda wilt geven en een tegenvoorstel aan jongeren, moet je denk ik ook heel goed hun denkproces en wat is daar misschien geknapt in hun hersenen tussen extreem denken en dan gewelddadig gaan handelen. Want dat is natuurlijk in onze westerse maatschappij, mag je extreem denken en radicaal denken. Daar zit het probleem niet in. Dat is toegelaten in onze maatschappij. Het is maar als dat zich uit in geweld of aanzet tot geweld of aanzet tot haat, dat het problematisch wordt. En die laatste klik, ik denk dat we die nog helder moeten krijgen om ook onze contrapropaganda slagkrachtiger te maken. Dit is dus die open brief, open letter naar al-Baghdadi, de zelf benoemde kalif van ISIS, waarin honderden moslimleiders en theologen hebben opgeschreven waarom ze het allemaal maar niks vinden. En dit is dus heel uniek. Dat er zoveel geleerden, moslimgeleerden, het eens zijn. Het gebeurt niet zo vaak in de geschiedenis van de islam. En waarom is dat helemaal, lezen wij dat nergens? Waarom is dat niet? Ik weet niet. Ik vind het heel interessant dat het nauwelijks opgepikt door onze media. En hier is toch wel met enige regelmaat de klacht van die moslims die spreken zich niet uit. En wat vinden ze hier nou allemaal van? Maar dit is een terugkerend iets hoor. Na 11 september en na Theo van Gogh heeft exact hetzelfde gespeeld. Er waren allerlei geleerden wereldwijd die hebben gezegd het kan niet en het mag niet en het is niet goed. En op de een of andere manier blijven wij maar van we horen het onvoldoende, we geloven het niet. De moslims moeten zich uitspreken. Maurit Berger is annoyed by the fact that not the Muslims themselves, but he and his colleagues are always called upon to interpret Islam and to explain how Muslims feel. En vandaar dat ik zelf nu ook heel erg bezig ben en ook met een groep studenten zijn we echt proberen te gaan nadenken van wat hebben we nou de afgelopen 10 jaar gemist? Om te voorkomen dat we over 10 jaar weer op hetzelfde punt staan. Dus niet ik alleen, maar gedeeld onder de denkleden hadden zoiets van, missen we dingen? Zien we dingen over het hoofd? Stellen we de verkeerde vragen? Wat kunnen we anders doen om te voorkomen dat we over 10 jaar weer precies dezelfde vragen stellen? Kijk, ik heb ook 2 dochtertjes en dat was vorige week en toen vertelde ze 4. Toen vertelde ze me, ja, want een Turks meisje die zei dit. Toen zei ik Turks, toen zei ze ja. Toen zei ik, wat ben jij dan? Toen zei ze Nederlands.
Je zal het maar hebben dat ze later opgroeit en dat ze zich dan moet realiseren van wacht even, dat past niet. Ik ben ook moslim, ik ben ook Nederlands, maar het wordt niet van mij geaccepteerd. Het is het gevoel van dat je in een heel warm gezin opgroeit en dat je later te horen krijgt van je bent geadopteerd of zo. Ik denk dat iedereen wel eens een keer op een leeftijd komt dat hij zichzelf de vraag stelt van waar geloof ik nou eigenlijk in en gaat hij zich verdiepen. En als je dat toevallig op een tijdstip doet waarbij jouw religie in een negatief daglicht staat en gooi daar ook nog eens een pro-IS demonstratie in de Schilderswijk bovenop, gooi daar ook nog eens op dat de docent je met argusogen aankijkt. En je hebt het plaatje en het plaatje is compleet. Ja, maar het wordt ook heel erg gesterkt door van nou, jullie in Europa. Het wordt steeds erger daar in Europa. Hè? Het moslim zijn van jullie, hebben jullie het niet door? Het wordt steeds meer onderdrukt. En dit is jouw kans om er iets tegen te doen. Er wordt echt een hele narratief wordt er op internet gezet. Qua documentaires en waar allerlei verschillende filmpjes in voorkomen. Maar kan jij je dan voorstellen als je daarnaar kijkt dat je daar dan als het ware ingezogen wordt? Is absoluut. Dat het? Echt waar? Ja. En wat is dat dan? Het zou mij zelfs kunnen overtuigen. Zo sterk is het. Maar wat is dat dan? Wat is de zuigkracht? Het is een soort... De moslims zijn worden aangevallen, eigenlijk. Wereldwijd. En de jongeren, zeg maar, de jongeren in de wereld hebben de kans om hun te gaan helpen. Zeg maar. In Brussels, a secret counter-narrative centre for selling Europe is working on a campaign, but the minister is holding his cards close to his chest. They work with a strategic communications agency and marketing experts. So we asked the help of two experienced advertising agents, both with specialised experience in campaigns that influence behaviour, such as two Dutch Don't Drink and Drive campaigns. We wanted them both to think about how to give shape to a counter-narrative campaign. Heel veel van het gedrag wat wij proberen te beïnvloeden is vaak onbewust gedrag. En dat is ook vaak makkelijk te beïnvloeden dan heel erg bewust gedrag. Je zou kunnen heel veel van het gedrag als het gaat om de IS-strijders is op basis van een overtuiging. En als die overtuiging al heel stevig is, is het eigenlijk heel moeilijk om daar nog verandering in te brengen. De vraag zou zijn, hoe kunnen wij voorkomen dat de jongeren die nog niet in de handen zijn gevallen van die ronselaars, hè, dat wij hun zeg maar bewapenen tegen deze verleiding. Hè? Dat ze zichzelf misschien niet het gevoel hebben dat ze er niet toe doen. Dat ze misschien niet het gevoel hebben er niet bij te horen. En dat we ze wel degelijk een perspectief kunnen geven. Maar dat is dus meer dan een campagne alleen. Dat is bijna een hele verandering van de samenleving. Ja, ik denk niet dat je dit eventjes met een campagne oplost. Van de Khilafa. Alhamdulillah, we leven hier heel veilig. En we leven hier heel gelukkig. Er zijn veel redenen om te gaan. En religie is er zeker één van. Waarom gingen mensen die zich hier niet goed voelden in de tijd gingen naar het vreemdelingenlegioen? Dat is eigenlijk hetzelfde. Wat zijn nou de manieren waarop de IS aan het werven is? Ze zoeken jongeren op en ze spelen in op het gevoel van schaamte. En waar komt het schaamtegevoel vandaan? Ze zijn eigenlijk... Hier worden ze belachelijk gemaakt. Hè? Ze worden gedemoniseerd. Hè? Ze hebben geen kans op de arbeidsmarkt. Eigenlijk zijn al deze dingen creëren een gevoel van schaamte en een gevoel van er niet toe te doen in het Westen. En wat zet eigenlijk de ISIS daar tegenover? Wat zijn zeg maar hun wapens? Bij ons kun je binnen 6 weken... heb je een opleiding en dan sta je op het slagveld. De tweede fundamentele behoefte is waar eigenlijk wij in het Westen tekort zijn geschoten, of in ieder geval voor hun gevoel en waar IS op inspeelt, is erbij horen. Nou, wat is het perspectief dat eigenlijk de IS hun biedt? Ja, dat is eigenlijk die van het martelaarschap. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, IS biedt hun geborgenheid tot het hiernamaals. Oké, maar dus als je dat ziet, dan hebben wij niks te bieden, hè? Dat is volgens mij in ieder geval de vraag voor vandaag. Ik zet nu even een vraagteken neer van wat zouden we kunnen bieden?
dat die basisbehoeftes invult. What do we have to offer? The advertising guys in Paris, the counter-narrative center in Brussels, and the think tank in The Hague. Everyone is trying to interpret and articulate Europe. But what is our Europe? Is it any more than just a gentleman's agreement to prevent war? Are we just an economic union, or do we share certain qualities or values? Wat denk ik heel typisch is voor Europa, is inefficiëntie. Dat maakt het ook zo charmant en ook zo geliefd en zo anders dan bijvoorbeeld Amerika. Straten zijn niet recht, straten zijn niet genummerd, maar zijn krom. Ze hebben soms zo'n lange naam dat als je er voorbij gereden bent, dat je niet hebt kunnen lezen of je in de goede straat bent, dan moet je weer terugrijden om op het naambordje te kijken. En als iemand zou voorstellen om die naambordjes van die straten te veranderen, in wat voor Europees land dan ook, dan zou er meteen een volksopstand uitbreken, omdat men zou zeggen, ja, maar deze straat hoort zo te heten. En daar zie je ook die fixatie op het verleden. En dat zie je overal om je heen terug als je in Europa rondreist. En juist dat kleinschalige, inefficiënte, vaak grote verschillen op kleine oppervlaktes, die zie je eigenlijk ook overal terug, ook in Oost-Europa. En vooral ook een gevoelswaarde die daarin gelegd wordt om dat te behouden. En juist niet te kiezen voor bijvoorbeeld betere en snellere bereikbaarheid, maar juist die bewandelbaarheid en dat die rust en bezinning die daarbij hoort op zo'n kort wandelingetje, om dat juist te koesteren. Altijd maar wikken en wegen, weten dat de zaken ook anders kunnen lopen. Het besef dat de geschiedenis groter is dan het heden. En dat je dus altijd ook te maken hebt met onvoorziene omstandigheden. En dat je dus nooit te zeer moet vastleggen op hele harde, duidelijke dogma's of ideologieën. Omdat daarvan vaak grote ongelukken komen. Hoera! De provocaties van Poetin zijn misschien wel de meest directe confrontatie voor Europa met het eigen gebrek aan zelfovertuiging. Ja, want Poetin doet dingen, voert eigenlijk oorlog, annexeert gebied die allemaal evident in strijd zijn met de afspraken die Europa juist hoog wil houden. Eigenlijk zet hij een enorme druk op Europa om kleur te bekennen. Waar loopt jullie invloedssfeer, Europeanen? Kan ik nog iets verder gaan in de Oekraïne? Wat doen jullie als ik misschien iets doe in een Baltische staat of in Finland me gaan roeren? Is dat genoeg voor jullie om je in actie te laten komen? En nu is het aan Europa om te zeggen, waar zien wij onze morele, geografische en spirituele grenzen lopen? Здравствуйте. Я русский оккупант. Это моя профессия. Так сложилось исторически. Когда-то я оккупировал Сибирь. Теперь там добывают нефть, газ, алюминий и еще много полезного. Теперь там города с детскими садами и больницами. Теперь там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили. Славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. The Kremlin-controlled channels, they have a very simple narrative. First, whole Europe is about gay marriage. So if you go to Europe, you will need to accept marriages between homosexual couples, and your children will be adopted by homosexual couples. This is the only subject they talk. At the same time, they of course present West as a collapsing economy, crisis in Greece, nothing is working, everything goes wrong. And this label of attaching a great deal of emotion and creating a simplification and not allowing debate, but just telling people what is right, what is wrong, without any debate,
Here we can see similarities. The difference is that when we talk about ISIS, these are isolated groups. When we talk about Moscow-driven channels, this is a state-driven agenda with a huge budget. Being Polish, Jerzy Pomianowski knows all too well what it is to grow up in a Europe that is not free. With his think tank, he has just finished a study into the ways the Kremlin conducts propaganda. In Russia, as well as in the former Soviet states, Putin is trying to brainwash the Russian-speaking population with half-truths, war rhetoric, and emotional propaganda. And, for example, here was one information recently fake. Thousands of European bikers joined the Night Wolves in Berlin. As you remember, there was attempt by the bikers from Moscow to go from Moscow to Berlin on the occasion of the end of the Second World War. And because it was very aggressive, many countries, including Poland, Czech and Germany, they didn't allow them to go. And here, so finally they didn't go. And here the information is that thousands of European bikers joined the Russian group in Berlin. There was no thousand, there was not even 10 or 20. So it's a pure fake. And what are these images? Because this is some kind of fake images. The Ukraine demands compensation from Mongolia for 13th century invasion. That's almost like a joke. So it's a totally artificially made story. For one reason. The aim is to say that Ukraine as a nation never existed. So they put it smart, right? They do it in a very smart way. Oh, yes. I mean, there is a machinery, there is a budget, and there are people who are working to develop, design such stories. Capital of Estonia, almost half the population was born Russian. For nostalgia's sake, and because Russian is their native language, they watch the four Russian TV channels. All four channels are controlled by Putin. This creates a division between foreign Estonians and natives, who have their own Europe-oriented channels. Vladislav Kopilkov, a young journalist, lived in Russia for years, but returned to Estonia disillusioned. Now, he tries to teach European values to young people who are exposed to Russian propaganda. As many of Russian-speaking people who live in Estonia, who consider themselves to be Russian or have some Russian background, they romanticize about Russia. They think that Russia is some kind of a historical father or motherland. And of course, they feel themselves connected to Russia, and they see Russian power on TV, like strong power, fair power, who controls everything, who can decide everything, and people are happy about it. And of course, in some kind of way, I maybe fought the same way. But when I went to Russia, and I went not like for 1 week visiting Moscow or St. Petersburg as a tourist, you know, I lived there. So I have this reality, not like this top of the iceberg reality. I went to this social reality. I saw it. I saw how people don't care about each other. I saw how power don't care about people. I saw how everybody is just being brainwashed about this Russian propaganda. I think my life in Moscow was the main point of what I'm doing now in Estonia. And something inside of me just wanted to react on that, you know? I felt that I need to protest against that.
He is trying in every way he can to offer a counter to Russian propaganda. He works as a journalist, has a weekly talk show, and he teaches European values in secondary schools. The best way to teach them is to get them involved, so they can speak their mind, what they think, and if we live in a free European country, we should be able to speak about everything. We shouldn't hide or we shouldn't ignore some topics that somebody don't feel comfortable talking about. Do you have an idea what I'm talking about or not? Maybe about this new law that people of the same sex can live together. But we do have this same-sex law already, so can't we say that Estonian society already tolerates this thing? Well, we have the law, but people don't tolerate it. Like, you can't just openly go in the street and kiss a same-sex person. Like, people will definitely look at you like, oh, you're a weirdo. Like, this is the thing that you should change somehow. The most valuable value of Europe for me, or European value, is freedom. Freedom to express myself. Freedom of speech, and in Estonia we have we're in the top of the ratings about freedom of press in Estonia. So basically, for me, this is a perfect situation. I can write what I think is right. I can share my thoughts, and I'm really happy that I have this opportunity. I think you all have friends in Russia, right? Yes. Yes? Do you speak with them? Do they really believe that it's the down of Europe and it's a rise of Russia? My acquaintances, they know that Europe is not in that bad condition than the Russia propaganda says it is. I know some people, some close people, that believe Russian propaganda, sort of, even though they live in Estonia, they live in Europe. And it becomes really scary how people, I don't know what happened to them, but like they support Russia, if you could say so, a bit too much, because every time you just point out something negative, maybe not true, but negative just about Russia, they just get into a fighting state and they like, no, you're not right because Russia is good. You ask them why Russia is good. Because Russia is good, that's why. And that's really scary because it affects the propaganda, affects people in Europe as well. I think that Russian propaganda is the biggest threat to European stability and security since the Cold War, and that's also why I support being really strong, because if Russia sees that somebody is weak, it's going to attack first mentally, then physically, like in Georgia, like in Ukraine, so. Do you think this is attack on your values? It is attack on my values because it first makes me not believe in these values. Then European Union collapses from the inside, and then Russia just takes what falls apart from it. Like European Union is forgetting that it has to protect freedom sometimes with force, with sheer force. I'm out from there. It will destroy the European values. I just think it is going to show people that European values have actually to be protected the hard way, and people will start valuing them more after they see people fight for it somewhere. We don't need a counter-narrative. We just need to talk to the people, or to let people talk as they would like to talk, and to provide them a quality environment in which they can express themselves. We have to be also as emotional as those terrorists are who are trying to engage them and attract them with their emotionality. And here I think the newcomers to EU, new nations, Poland, Czechs, Slovaks, Baltic countries, they are still very emotional about the concept of European integration. Let's give them floor, let's them talk to those people who are living here in the Netherlands, in Belgium, in UK, in France. Let's talk to each other to understand what life is about. And let it be talk between young people, let's use songs, rap music, everything that can engage them. This is the only way. Every generation needs its own small revolution. And we have to make sure that they can find the reasons and the way to do it peacefully, not by killing anyone, but peacefully. Het ontbreekt de Europeanen en Europa een innerlijke kracht om op eigen krachten tot grote stappen te komen. Daarvoor
is altijd externe druk nodig geweest. En hoe hoger de externe druk, hoe groter de urgentie om nieuwe dingen te gaan ondernemen. En nieuwe dingen ondernemen is dus iets wat voor Europa ja, een soort counterintuitive is. Het gaat tegen de natuur in. Maar nu zal het moeten. En nu zal Europa moeten aangeven wat de verworvenheden van de laatste decennia ons waard zijn. Wat we bereid zijn daarvoor te willen doen om ze te verdedigen. Ten opzichte van een Rusland dat die verworvenheden voor een gedeelte bedreigt. Ten opzichte van IS dat die verworvenheden openlijk aanvalt. European achievements are under threat, and our greatest advocates live in Eastern Europe. Some of them are even willing to defend it, with guns ablazing. But why is their image of Europe as a dreamland not shared by the young Western European Muslims? Ik wil niet alleen mijn geloof kunnen beleiden hier. Ik wil ook een burger zijn van dit land en kunnen participeren. En niet alleen op het gebied van mijn religie en alles wat daarmee te maken heeft. Want dat is mijn persoonlijke aangelegenheid. Maar ook op andere lagen van de samenleving. Er moet niet vreemd naar ons worden gekeken. Als wij ook aan willen schuiven bij een debat over, nou ja, roep het maar, boombehoud in mijn buurt. Daarom denken jullie niet. Er zit progressie in. Over een aantal jaar kunnen we zeggen van wow, we zijn al veel meer geaccepteerd dan in de jaren 90, in de jaren 0, in de weet ik veel jaren. Het heeft sowieso tijd nodig, maar op het moment dat we weer stil zijn en op het moment als moslim zijn weer terugtrekken en weer niks zeggen, ja, zitten we over 10 jaar weer precies in precies hetzelfde schuitje. Je moet mensen bekendmaken met Nederlandse moslims als onderdeel van de samenleving. Kijk, ik zeg niet dat het 1, 2, 3, want dat kan niet, precies wat je zegt. Maar dat neemt niet weg dat we dan toch nog steeds onze best moeten blijven doen. Want ik zou het bijvoorbeeld niet kunnen dat ik de rest van mijn leven van ja, dat ik maar gewoon moet accepteren. Want ja, misschien over 50 jaar verandert het wel. Nee, ik wil mijn steentje daaraan bijdragen om die verandering in gang te zetten. We moeten zelf de lead hebben. Dus de ideeën die we hebben, volgens mij moeten we het gewoon oppakken. Omdat we het niet gaan afwachten wat een overheid doet of wat de volgende aanslag is of wat er nou weer in de krant staat. Werk die ideeën uit. Ga het gewoon doen. Zullen we naar de bak gaan? Ja, oké. Let's do it. So young Europeans have to take the lead. After his first brainstorming session in Paris, Yuri Janssen gathered together a group of young advertising agents, the Young Dogs, to think about what a counter-campaign might look like. Together with Brahim Burzik, the director of the Muslim newspaper, he coaches the teams. Ja, hebben jullie zelf al een favoriete route waarvan je denkt, daar voelen we eigenlijk het best bij? Ja, want het is eigenlijk, zeg maar, het is niet dat je één ding gaat doen, denk ik. Je hebt niet, zeg maar, er is niet één oplossing voor een probleem natuurlijk. Dus een leraar of een kindslachtoffer of iemand die in Syrië is geweest, die laat je de twijfel zaaien. Dus wij gaan niet zelf schaken met kennis, maar we zetten de twee partijen, geven zeg maar in dezelfde arena, zodat dat bericht overkomt. En tegelijkertijd moet je vanaf de bovenkant bij de mensen die een voorbeeldfunctie hebben, de imams, de mensen in de maatschappij, in de buurt. Die imams, ik weet niet hoe efficiënt ze zijn, man. Ik ging vroeger met mijn pa naar de moskee. En dat was altijd, of ik ga nog steeds wel eens, soms. Alleen het was altijd gewoon als de imam begon te praten. Het grootste verschil is dat je al twee soorten Arabisch hebt. Weet je hebt gewoon het spreektaal en een klassieke taal. Veel van die jongens kunnen ook gewoon, die kunnen wel Arabisch, maar die kunnen het schrijven en lezen. Die weten eigenlijk te weinig. Ja. Nee, misschien goed om nog even te kijken van wat zou er dan als we inderdaad een platform gaan maken van hulp, wat moet er dan in zitten? Het idee is nu dat we even net ophalen en allemaal kort samenvatten de ideeën. Wat ons eigenlijk opviel is dat natuurlijk de vlag is best wel een herkenbaar item in de nieuwsberichten en in de propaganda. Dus wij dachten, nou, de vlag die bestaat uit 3 woorden. Als we nou ook 3 woorden een vlag identiek maken en we gebruiken precies dezelfde lettertype ook, alleen maar dat doen we dan. Assalam, yuqri'uk assalam. Ja, jullie begrijpen natuurlijk helemaal niet wat hier staat. Voor jullie is gewoon 1 vlag, 1 tekst.
Maar die gasten weten precies waar het om gaat. Het is de psychologie. Zij herkennen gelijk Gabriel. Ze herkennen gelijk Mohammed. Assalam, je okaruk assalam. De vrede groet jou in vrede. In de plaats van dat dit nu symbool is voor oorlog voorin, introduceren wij dan een vlag die echt voor de vrede is. Wat wij wilden doen is een platform creëren om informatie te geven en om discussie aan te wakkeren rondom dat punt. En dat doen we door middel van een Twitter-account en die noemen we Volg de Profeet. Dus bijvoorbeeld als je dat verhaal van de vlag pakt, dat je dat gaat uitleggen en dat je daarna zegt van hashtag Volg de Profeet. We hebben een interessant inzicht gevonden, dat eigenlijk gewoon de regel is uit de Koran zelf. Ja, en misschien ken je hem niet, maar ik denk dat je hem kent. Paradijs ligt onder de voeten van je moeder. De paradijs ligt onder de voeten van uw moeders. Nee, de poorten van de hemel liggen onder de voeten van uw moeders. Okay, zo gaat het. Paradijs is dus niet Syrië, maar dat is, je moeder is alles en dat laat je dus achter. Een counter-narrative is in mijn optiek zeg maar iets wat op de lange termijn effectief moet zijn. En daarin is het de kunst om als overheid een balans te kunnen vinden in repressieve en preventieve maatregelen. En die rechtsstaat, dat is toch wel iets wat in Nederland zeg maar echt verkocht wordt. Kijk naar Europa bijvoorbeeld. Europa is opgericht omdat we dus nooit meer oorlog wilden tussen Duitsland en Frankrijk. Nou, dat is gelukt. We leven nu, 70 jaar later, geen oorlog gehad binnen Europa. Vrede. Vrede op aarde. Vrede in Europa. Maar aan de andere kant heb je inderdaad ook de jongeren. Waarbij het veel dieper ligt dan alleen ongelukkig zijn. Je hebt dan kom je weer op het integratieprobleem. Integratievraagstuk. En die counter-narrative moet je niet alleen focussen op die potentiële radicale individuen. Potentiële Syriëgangers. Maar ook op die autochtone Nederlander die zegt van hé, maar wat gebeurt er in mijn Nederland? Nee, niet in mijn Nederland, maar in ons Nederland. En dat is de slag die we moeten maken. Yeah. Dus het is dat wij-zij denken, dat moet wel echt... daar moet aan gewerkt worden. Ik denk dat als zo'n Europees initiatief er überhaupt moet komen, of had moeten komen, dat niet een counter-narrative moet zijn, maar gewoon het Europese verhaal. Dus niet ten opzichte van de narrative van IS of wie dan ook. Maar dat het gewoon ons verhaal is. Van wie wij willen zijn of wat wij willen uitdragen als Europees verhaal. Wat überhaupt al heel moeilijk is, lijkt me. Want Europa is niet zo homogeen. Het is een hele diverse, bestaat uit een hele diverse samenleving.